Maar eerst de sportieve zaken, want daar gaat het om. Verline keer wien we bij de fysiotherapeut. De blessure van Epke zijn schouder lieken we de goede kant op te gaan. Maar nou zit er weer thuis. Traint we het er net meer. Want nou is het orenschouder blesseerd. Ik kan me voorstellen dat dan de stress er toch wel in zit. We hebben er 2 weken hoe dingen om erachter te komen wat er nou uiteindelijk wie is. En geleidelijk aan komt ze erachter, want ze sluiten steeds de meest waarschijnlijke dingen sluiten ze uit. En eigenlijk hoe minder waarschijnlijk, hoe nadeliger diagnoses het worden. Dus langzamerhand wisten we wel wat op voorbereiden. En we net in één keer van boem de hersenen ontsteken. En de komende 6 weken is het rust. Dus ik zie het al een beetje aankomen. En op die manier heb ik een paar dagen en ik hand om daar een beetje aan te wennen. En, Epke heeft het heel goed in en hij heeft die tijd dat er eigenlijk niks cool in zijn studie stutsen. De trainingen die heeft hij vol terugdiend, zij het volle in tijd volle minder, maar wel om de conditie op peil te houden. Maar de orenzaken gingen prima. Zo werd Epke het boogbeeld van een groot sportmerk. Zit het hier goed? Ja, ik hoop het wel, maar er is een stylist, dus als het net goed is, dan zal hij nog wat doen. Ja. Genoeg? Is het genoeg zo, denk je? Ja, dat... Wat heb je allemaal voor hem uitgezocht? Nou, het is een combinatie natuurlijk van Le Coq Sportif. Maar het moet wel street blijven, dus het is niet helemaal sportief. Dus gecombineerd met leer en jeans en leuk overhemd. Laat eens het zien. Nou, we gaan zo beginnen met een leren jasje. En dan begint het huddewerkje van fotomodel Epke Sonderland. Onder de bezielende leiding van Filip. Nou, dat is wel wat, Epke. Ja, ja. Dat zal ik een nijf van mij uittikken. Dus, Hij zit nog nooit jij de mooi maken? Nee, zeker niet. En ik, maar die stylist, Filip, die bekend van tv. Dus dat is ook wel gaaf dat hij hierbij is. Mooi niet. Een nieuwe man. Yes. Ja, kan ik inderdaad nog wat leren van hoe het moet. Hè. Maar dit zou ik zelf niet doen, denk ik thuis. Nee, zoals het net was. Nee. Oh, zit een lipstift op mijn bed? Nou, een soort van. Een lippenbalsem volgens mij is het. Ja. Nou, het ziet er keurig uit, dacht ik. Ja? Ja. Nou, moeten we zo meteen wel beginnen met de eerste sessie. Ik voel me gelijk oud en dik naast hem. Maar... Is het zo? We zijn een beetje verliefd op hem, we vinden hem heel schattig. Hij is heel lief. Ja. En ik is er nog een interview met een Famkesblad, de Fancy. Wat heb jij tijd voor een vriendin, bijvoorbeeld? Ja, dat wel. Ja, heb je een vriendin? Ik heb een vriendin. Je hebt een vriendin? Ja, klopt. Dat is toch wel de doelgroep. Tussen de 15 en 20, hè, de fancy leeftijd, dat is toch wel de doelgroep, dus dat merk je wel. Dus, ja. Maar wat vies daarvan, dat zijn werkend? Mm. Nou, ik vind het op zich wel een hele eer dat ze mij daarvoor ver willen gebruiken, toch? Ik denk dat Epke een jonge, frisse persoonlijkheid is. Hij staat nog in het begin van zijn lange carrière. Dus ik denk dat we op het juiste moment zijn ingestapt en dat we hem verder kunnen neerzetten. Zowel op sportgebied als juist ook op sport-lifestyle gebied. Nou Epke, wat is Swidder? Een mooi trainen of dit? Nou ja, dit one is ik inderdaad ook wel sfeer. Ja. Dus alle keer, het is heet het bezig eigenlijk om klaaien en weer poseren. Het is natuurlijk al een nij van mij. Dus vooral is het heel moeilijk om spontaan dingen te doen. Dus het is voor die foto. En dan moesten eigenlijk inderdaad een beetje nonchalant testeren en die bewegingen. En dat komt heel spontaan over. En dat is wel heel lastig om dat te doen.
Hij was echt goed. Ja. Echt, nee, serieus. De laatste 2, 3, dat is echt knap.